Rick Hebbingen zijn tweede, na Gustafsson nu met Flevorenka. Rick, je kon het zelf mooi indelen, maar je paard ging ook hard naar huis. Ja, is een heel fijn paard. Is een goed paard. En ik was heel tevreden over mijn vandaag. Hebben jullie een start in Frankrijk op het oog? Of wat zijn de toekomstplannen eruit? Ja, dat is wel het mooiste. Daar is hij meer dan goed genoeg voor. Als je een goede koers kan vinden voor hem daar, dan zal hij daar zeker weer starten. En Rick, we kijken ook graag alvast vooruit naar de Duitse Derby. Vandaag begint het weekend. Jij gaat morgen reisje heen? Ik reis morgen heen, morgen vroeg. En een aantal leuke paarden van Erwin Bot. En niet heel erg tof. Ja, want je paard in de serie was heel goed, hè? Als hij ruimte had gekregen, zeggen de kenners, had hij misschien wel die koers gewonnen. Ja, hij was goed. Hij moet hem misschien ook een beetje zo krijgen, dus wordt met nummer 8 wordt het wel iets lastiger. Maar de vorm van het paard was heel goed. En derby kan van alles gebeuren, dus we gaan het zien. En hoe zie je de koers zelf? Ja, in principe staat Kito de heel boven de rest. En met daarachter denk ik wel de West Diamant en dan de rest. Dus ik denk dat het eigenlijk ook wel zo een beetje gaat lopen.